bevlogen, visionair en markant. Zo wordt oud-wethouder Ypke Gietema door collega's en vrienden omschreven. Afgelopen zaterdag overleed hij op 71-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Gietema begon zijn politieke carrière in 1974 toen hij voor de Partij van de Arbeid raadslid werd. 4 jaar later volgde hij Max van den Berg op als wethouder van ruimtelijke ordening. Toen hij het van mij overnam in 1978, had hij ook de behoefte om daar de slag overheen te zetten van behoud naar uitbreiding en vernieuwing. En ja, dat was een prachtige nieuwe component en die heeft hij ook schitterend in die stad vormgegeven. De meesten zeggen natuurlijk gelijk Groningen Museum, maar het is een veel breder verhaal wat hij met die stad gedaan heeft. Ik denk dat je kunt zeggen dat Ypke Gietema als markant figuur, als een heel herkenbaar iemand waar ook veel mensen ook persoonlijk wat mee hadden hier in deze stad, dat Ypke Gietema ook degene is geweest die met velen die hij hier binnengebracht heeft van deskundigen en nieuwe talenten en kwaliteiten, een van de markantste wethouders van de vorige periode is geweest en van deze stad. En zo zal iedereen hem ook herinneren. Ik heb het zaterdagavond gehoord. Ja, dat is dan toch een hele schok. Bevlogen man. Een man die voor veel discussie ook in de stad heeft gezorgd. Die je nog regelmatig nu ook tegenkwam, wandelend met zijn hond. En dan plotseling is hij er niet meer. Tijdens zijn ambt was Gietema betrokken bij verschillende, vaak controversiële, bouwprojecten. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van het Groninger Museum. In feite zijn er twee vaders van dit gebouw, van dit museum. Frans Haks, de toenmalige directeur, die had de visie ook inhoudelijk. En Ypke Gietema als wethouder. En als ik de herinneringen goed heb en goed gelezen heb, was het een beetje zo dat Frans Haks wilde het museum buiten de stad hebben. En Ypke Gietema zei, nou, dat mag niet, je moet hier naartoe, waar wij nu zijn. Maar jij mag de architect kiezen, als wij bepalen waar het komt. Dat was de deal, dat was natuurlijk een fantastische combinatie. Ik denk dat de locatie, dus de bijdrage van Ypke Gietema in feite, zo'n de helft van ons succes is. Het einde van de politieke carrière volgde in 1992, toen Gietema vrijwillig aftrad nadat de gemeente Groningen door falend toezicht op de Groninger Kredietbank 58 miljoen gulden verloor. Gietema probeerde zijn bestuurlijk verantwoordelijke collega's over te halen om op te stappen. Toen zij weigerden, trad hij zelf uit diepe schaamte af. Ja, ik denk dat dat niet helemaal de afloop was die hij verdiend had. Het is jammer ook dat hij nadien zo weinig meer in andere functies ook heeft gezeten. Dat hij zelf ook die rust kennelijk verkoos. Bijzonder om te zien dat iemand die zozeer zijn stempel op de stad heeft gedrukt, dat er dan zo'n scherpe censuur kan zijn, dat hij toch ook jarenlang een relatief rustig leven heeft geleid. Toch nog net iets te vroeg ten einde is gekomen. Erika van Linten van de Partij van de Arbeid treedt 40 jaar later als fractievoorzitter in de voetsporen van Gietema. Voor haar is Gietema een bevlogen man. Hij had echt een visie, Ypke Gietema, op stadsvernieuwing, op de manier waarop mensen in een stad zouden wonen. Nou, dat is vanuit sociaal-democratisch perspectief echt een van de belangrijkste dingen. Mensen in hun omgeving. Ja. Was actief voor de Partij van de Arbeid. Is hij belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de Partij van de Arbeid in de stad? Zeker, Ypke Gietema was een beeldbepalende wethouder. Heeft zeker ook gezicht gegeven aan de Partij van de Arbeid. Er waren mensen die met hem wegliepen en er waren mensen die van hem wegliepen. Maar in elk geval is hij van grote betekenis geweest. Ondanks dat Gietema al lang niet meer politiek actief was, zal hij door vrienden en collega's erg gemist worden. Maar ik zal op vele plekken in de stad, als ik er langs loop, ook gelijk denken, ook karakteristiek in die binnenstad. Dag Ypke. Ypke Hein Gietema werd 71 jaar.